stond in rep en vloer een ieder trotsen, zondag de pakjaan. Ze moesten manke nijlers die hem was gepiept, met z'n allen netjes begraven gaan. Familie leiden en een ieder die hem had gekild, de loterijklus en het witskeleisje best gestil. Ome Gerrit, die liep zwaaiend met zijn vrouw, met de rode tas en verder in de rouw. Al de kraaien, zoals gewoonlijk, van geen neusje vies, sloegen we schele drie, eerst een partijen achter een kies. En de buurvrouw jammerde stamperloos, die arme mankenijlen zo een einde dood. S'avonds toen is die volgestaan, nog goed en wel naar bed gegaan. En s'morgens is die zo een einde dood opgestaan. Zijn vrouw werd door de hele buurt gecondoleerd, die riep zo haast een mail zoals het was. Aan één kant is het goed dat die is gecrepeerd, zo'n lollig leven heb ik nog nooit gehad. Hij heeft nooit geen rode spiet verdiend, want altijd was ik los. En ook graag is de meeste honderd gulden uit het dode bos. En dan kwam de stoep voor en men heet heel droog. Nijlen spuiten uit het raam zo van vier hoog. En ieder riep opzij, hij is gemeen genoeg, ze piet. Om bovenop je kist te springen, hij vier de kant voor diep. Toen de kist beneden was, werd hij heel net. Met bloemen in het eerste raadtuig neergezet. En daarom stapte iedereen in de raadtuigen meteen. En zo ging de stoep naar de begraafplaats. Toen ome Gerrit dat hoorde, schreeuwde hij een dood aan sluit.
nog geen stand erover, ben je gek? Al maar nou weer terug. En kroop de vuilnis tot eerst een paar op zijn. Nou, toen werd het raar, een ruimte kloppartij. En s'avonds waren ze aangedaan, dat ook geen benen konden staan. Want de begrafenis is terug.